Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, HINT, is woensdag in zijn vergaderzaal van start gegaan met een driedaagse training voor ondernemers. Het doel van deze workshop is het stimuleren van ondernemerschap ter bevordering van de economie. Deze training is bedoeld voor zowel startende als ondernemers die zich verder willen ontwikkelen. Volgens de waarnemend onderdirecteur ondernemerschap van het ministerie van HINT, Donaghy Malone, is het de bedoeling deze training in alle districten te verzorgen. Het beleid van het ministerie regulerend ondernemerschap is gefocust eigenlijk op faciliteren. Het ministerie of de overheid althans heeft een faciliterende rol. En met de komst van de minister Zhang zijn we meer gaan kijken naar hoe kunnen we de ondernemers beter faciliteren. En een van de dingen die in place was en verder wordt uitgevoerd namelijk dat we de training gaan verzorgen voor ondernemers om een businessplan te schrijven, maar ook te kijken naar de financieringsmogelijkheden. En we zijn eigenlijk deze week bezig geweest in Paramaribo, waar we ondernemers hebben getraind op het gebied van hoe schrijf ik een businessplan, welke financieringsmogelijkheden zijn. Het ministerie zelfs heeft een KMO-fonds, een klein middel ondernemersfonds. En van daaruit wordt er ook gekeken naar hoe de ondernemers beter te faciliteren. De driedaagse training is vrij intensief. Het is in de middaguren en het ministerie tracht zo hard doelen te bereiken om eigenlijk het ondernemersklimaat in Suriname te verhogen. Wij zijn reeds bezig te kijken naar de plannen voor het maken van een portal. En het is namelijk een Meet in Suriname portal waar ik waarschijnlijk heeft. Hoop ik dat u de minister heeft horen praten daarover. En die Meet in Suriname portal is eigenlijk om te kijken wat heeft Suriname te bieden, wat heeft ons land te bieden. En zo gaan we dan verder uitbreiden om te kijken van wat wij als ministerie kunnen betekenen voor ondernemers. Donaghy Malone, waarnemend onderdirecteur ondernemerschap van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, in gesprek met onze nieuwsdienst. Het ministerie is woensdag van start gegaan met een driedaagse training voor ondernemers.